Frits, ja, we zijn hier in de catacombe. Je hangt hier gelukkig nog steeds aan de muur. Dat is alweer een tijdje geleden, hè? 1986. Ja. Elftalfoto. Wat was het voor een periode? Ja, ik mocht hier beginnen. En ik kende die ploeg redelijk goed. Alleen er was geen spits. En zei Henny Wering, de technische man. En wij spelen met de tweede van Twente. En daar kwam ik vandaan. Dus ik was hier in Leeuwarden. En er loopt een lange reuze in de spits. En we verliezen met 2-1. En dat was Willem van Ark. Dus ik zeg tegen Henny Wering, waar is dat dan? Ja, hij zegt, die loopt hier al 2 jaar. Die komt uit Groningen van de amateurclub. Maar die moet weg aan het eind van het seizoen. Ik zeg, maar dan gaan we even mee praten. Ik zeg, want wat verdient hij? Hij zegt, niet zoveel. Dus met Willem gepraat. Willem gebleven. 26 doelpunten gemaakt. Met een sensatie. Ja, natuurlijk. Was in de lucht niet tegen te houden. En kon op de grond aardig voetballen. En iedereen die zei, het is zo'n houthakker, weet je wel. Zo'n bomenrooier. Maar het was gewoon een fantastische speler voor ons. Maar net niks gehaald. Maar de mensen hebben het nog steeds over die periode. Hebben het absoluut over die periode. Maar steeds net niet? Nee, alleen een periodetitel. Na competitie gespeeld. Niet gepromoveerd. Maar het leefde enorm. Ja. Gemiddeld ook 8.000-9.000 mensen. Niet in dit stadion, wel op dezelfde plek. Maar een heel oud stadion. Hè. Dat hebben ze later dus neergezet zoals het nu staat. Je eerste periode was beduidend succesvoller dan je tweede periode? Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, mijn minste periode geweest in mijn carrière. Met een goed elftal, een goede selectie. En kreeg het niet voor elkaar. Hoe kan dat? Ja, je gaat dan altijd natuurlijk dus vanuit jezelf praten. Maar toen ik er al begon, dus ik ben halverwege ingestapt in die tweede periode. Ja, het waren groepjes. En ik kon die groepjes niet smeden naar één groep. Ik kreeg het niet voor elkaar. Terwijl jij juist daar onbekend stond. Ja. Dat jij gewoon iedereen allemaal dezelfde richting op kon. Ja, ik denk toch dat ik in die periode waarschijnlijk dus toch niet de goede middelen heb gebruikt. En daarom zeg ik, ik heb me daar ook wel eens voor mezelf voor geschaamd. Wat deed je fout dan? Ja, ik had denk ik dus eerder in moeten grijpen en dus mensen eruit moeten knallen. Spelers eruit moeten knallen. Die dus hoe noemen ze dat zo mooi? Een rotte appel in de mand waren. Maar die tweede periode was eigenlijk een beetje een smetje op je carrière. Ja, ik vind zelf vooral, ja. En hoe andere mensen daarover denken, dat weet ik niet. En dat interesseert me van kut ook. Maar ik vind dat voor mezelf wel. Ik had hier met die groep spelers. Fred Grim in de goal, Gustav Woelenbeek, Winston Atrecht, Jaap Stam, Johan Abma, Bertus Konteman. Dat waren allemaal nog jonge jongens natuurlijk. Gustav, Jaap, Bertus Konteman, Mitta Murkela, Henny Meijer, Sjaak de Gier, Michel van Oosten. Maar je kreeg het niet aan de praat? Kreeg het niet aan het voetballen. En daar moet ik dan wel bij zeggen, maar dat is dan een doekje voor bloeien. Dat heb ik voor mezelf wel eens zo gezegd. Dat, Sjaak de Gier was niet fit. Henny Meijer was niet fit. En dan moest ik het weer eens proberen met dus Mark van Oosterhof of zo heette die. Oosterhof, Mark Oosterhof. Ja, en dat was het dan net niet. Het was al een jonge jongen. Maar het was gewoon, dat heb ik eigenlijk, vind ik zelf nogmaals, dat heb ik verziekt, dat heb ik verknald.